900.000 abonnees. Abonneer! Hey mensen! Dit zijn de domste games van 2022. Fall Girls! Hey! Oh my... Wat is dit? Waarom heb ik het gevoel dat deze game mijn computer gaat hacken? Of... dit is easy peasy lemon squeezy. Hoe kom ik hier doorheen? Hallo? Oh, dit was het zo te zien. Ow. Ik vind het nu al een fantastisch spel. Laten we eventjes al deze dametjes inhalen. Oh. Er gebeurt zoveel. Maar laten we hier gewoon doorheen lopen. Je kunt niet eens naar de overkant springen. Waar zijn alle dametjes heen? Oh, je hebt een soort van Superman power. Waarom veranderen ze elke goed spelletje in een hentai spel? Oké, spring. En we hebben dit level gehaald. Ik ben zo mentaal in de war, jongens. Zijn we land bij level 3? Daar is de fin. Waarom staan jullie stil? Hallo? Best game ever! Als hun daar gewoon stil blijven staan, dan weet ik dat ik deze race zal winnen. Dat waggeltje ook van der. Gaan we dit halen? Tuurlijk gaan we dit halen, want dit spel is makkelijk. Dit spel kost me geld. Willen ze dat je hier door het midden gaat, terwijl je ook gewoon langs de zijkant lopen? Ik ben te slim voor dit spel. Sinds wanneer sta jij daar? Oké, ren door. Hey! Ze teleporteerde gewoon. Ze is gewoon aan het cheaten. Nou, die wacht het ondertussen verder. Het leutje komt wel soms een beeldnaadje ziet. Viespeukalarm. Laten we naar de finish toe gaan. Die andere meiden die zijn populairder dan ik. En ik moet laten zien dat ik beter ben. We zijn bij de finish. Please niet vallen, oké? Okay? Dat zou ik enorm fijn vinden. En we hebben dit leveltje nu ook gewoon gehaald. Ah! Er zijn nu gewoon geen dames meer. Ze denken ze van, weet je wat? Budget is op. Nou, dit is... Dit is moeilijk, jongens. Ik weet niet eens waar de finish is, joh. Zoveel vragen, maar kijk dit, guys. Dit is zo goed. Ik ga dit halen. Oh, ik word bijna gemapt, joh. Geronimo! Ik weet niet of dit de bedoeling is. Maar we vliegen wel ondertussen naar een andere kant toe of zo. We gaan hier wel naar beneden toe. Ja, dit was de bedoeling. Oh, we hebben het gehaald. Hey, de dametjes zijn terug. Ik wil geen reactie van Roosje met de viespeuk, joh. Oké, laten we de dametjes inhalen. Oh. Ze teleporteren gewoon. Dit is echt pure scam. Nee. Dit is wel een beetje scam hoor, want ze zijn... Hallo? Wil je geen ballen op me schieten? Deze dame houdt niet van ballen. Ah, we hebben weer de finish gehaald. En de dametjes zijn weer gone. Ik vind dat zo jammer. Ik mis ze namelijk wel. Hey guys, gaan we dit level uitspelen? 100%, check dit. Tricks. Maar verwacht ze ook dat mensen dit oprecht kopen? Wat zullen de reviews zijn van deze game? Ik vind dat er te weinig naaktheid is. Waar is de finish? Wat is dat voor huge ass? Oh, daar is de finish zo te zien. Hoe gaan we dat grote ding ontwijken dan? Ze zitten ons nu gewoon... ze zitten ons nu gewoon te bekokstoven, hoor. Oké, hij is heel dichtbij. Hij is heel... Wat? Wat? Oh. Kom op! Oh my god, ik was er echt bijna weer afgedrukt, hè? Ik zie de finish al. Ik weet niet eens hoeveel levels er zijn in deze spel. Nou, de finish. Ah, ik moet het halen. Ik zag dat ik wat had unlocked. Bij galerij. Oh. Zijn er echt mensen die hier nu wild op gaan? Wat zal de volgende galerij zijn? Laten we ervoor gaan. Want kijk, we weer een nieuwe galerij. Try to be best, cause you're only a man. And a man gonna learn to take it. Try to believe through the go and get rough. And you're gonna hang through to make it. History repeats itself, trying you to achieve. But now that you're the one and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. And nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Ik heb een nieuwe galerij, ik ben benieuwd. Oké, deze moet gecensureerd worden. Oh, Quit Game, ja. Yeah. Oh god! Ja, we zijn vandaag dronken! Misschien herkennen jullie deze man nog. Ik heb deze game een paar jaar geleden wel eens gespeeld. Maar ze hebben nu officieel een game uitgebracht. Wel kost me 12 euro. Nou, daar zijn we dan hoor. De bedoeling is ook wel. Wij moeten naar de finish lopen terwijl we dronken zijn. En dat is gewoon een hel. Eén verkeerde beweging en je pleurt op je muil. Wow! Oké, dus laten we het eens opnieuw proberen. Laten we dit even opnieuw proberen. Wij zullen hier nergens tegenaan kunnen. Dit is level 1. Hoe lastig kan dit zijn? Als we gewoon hier langs gaan. En we zien hier gewoon de finish. Oh, het is checkpoint. Oh, ze verwachten ook nog dat we gaan springen. Spring! Nee! Domme idioot! Oké, niet door het...
Oké, niet door het water heen gaan, oké? Goed zo. En dan kunnen wij zo eroverheen springen. En dan zijn we bij de volgende checkpoint. Zie daar een cool kid. Een cool kid op een step. Nou, zo cool ben je dan gewoon niet. Check mij gaande. Volgens mij ben ik soms iets te enthousiast. Oké, laten we gewoon gaan. Wij gaan proberen gewoon te sprinten en door te lopen. Wij zullen dan nergens tegenaan... Oh my god, het gaat best wel goed. Ga weg! Oh! Wat was dit voor gekke speedrun? Hallo, ik ben Dream van Dream S&P. Oh god, ik zie daar een biertje. Dat biertje wil ik hebben. Oh, dan kreeg je een nieuw outfit. Ik wil een nieuw outfit hebben. Oh, we hebben bier. Oh nee, niet vallen. We gaan weer even teruglopen dan maar. Nee! Oh god, maar misschien kunnen we deze jump maken. Ik wil weten wat ik unlock, hè? Ik denk dat we dan toch wel inderdaad moeten teruglopen. Oh god, daar is weer iemand op een step. Oh shit. Maar dan willen ze dat we dit sprongetje halen. Gaat mij dat lukken? Kom op, Kale. Hij lijkt echt op mijn vader. Oh god, ik heb het gehaald. Ik moet eerst over twee van zulke dingen slopen. Oh nee. Oh god, kom op, kom op. Ja, ik heb de checkpoint. Maar ik heb een nieuw outfit geunlocked, hè? Een clown. Laten we hier gewoon doorheen lopen. Die gast op die step zal ons niet raken. Laten we proberen bij het einde te komen. Ik kan dit. Oké, we mogen niet worden nat gespetterd, hè? Oh, oh, nee, mijn ballen. Mag de rustig, Ronald's balzak in de... Dat is raar. Mag de rustig, meneer, in de reacties. Kunnen we hier staan? Oeh, dan kunnen we zo nu doorlopen. En we springen hier overheen. Ik wil dat nieuwe biertje pakken. Ik wil mij weten wat mijn volgende outfit is. Oh god. Die moeten we naar de checkpoint brengen. Kom op, clown. Fuck you, clown! Oh, we did it! Oké, wat voor outfit hebben we nu geunlocked? Oh my god, nog meer mensen op steppen. Ze maken het zo lastig! Maar deze is wel echt heel stom, hoor. Ik vind de clown veel leuker. Ah, weer mensen op steppen. Je ziet hier niet al! Oké, misschien als we gewoon doorredden. Oh, we moeten springen! Oh, oh, er gebeurt zoveel! Echt! Ik weet niet hoe ik dit heb gedaan, maar zo goed! Yeah. Oké, laten we lopen! Volgens mij zijn wij nu een totaal ander level beland. Alles zit hier, zo te zien. Zijn die nog aan het maken? Zouden we dit kunnen speedrunnen? Yo, dat was sick! Nee! Nee! Ik wil op zijn minst nog twee beaches vinden. Dan krijgen we nieuw kostuum. Oh god. Ah! En ik wil weten wat voor kostuum dat is namelijk. Oeh, ik zie daar weer een biertje. Kom. Eat the eye of the tiger in the trail of the fight rising up to the challenge of arrival. And the last known survivor's dog is praying. Ik wil het kostuumpje zien. Nee, 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 nee. Oh god, oh god. Oké, we did it. We did it. Oh, nieuw outfit. Ik weet niet wat voor outfit het is. Ik hoop dat het goed is. Ik hoop het. Oké, hier ga ik mee akkoord. Ja, deze voel ik wel. Stop op hoogtepunt, toch? Oh god, SpongeBob. Gaat alles goed, jongen? Oh, SpongeBob heeft een drugsprobleem. Oh my... Objective, praat met meneer Krabs. Oh god. Wat ben je lekker bij je Breaking Bad auto? Nou, laten we even met hem praten. Oh, hoi SpongeBob. Het lijkt erop dat ik een beetje te weinig meth heb. Ga naar de stad toe en verzoek ze voor me. Oké, okay, ja, dat ga ik wel doen. Alles voor jou, meneer Krabs. Oh my god, ik T-pose in de auto. Waarom T-posen we? Nou, laten we op zoek gaan naar Mef. Ik zie hier al eentje. Kunnen we er gewoon doorheen rijden? Oké, SpongeBob. Hey, laten we het pakken. Laten we voor de Mef gaan, oké? We hebben hem. Laten we nu op zoek gaan naar de volgende Mef. Er ligt hier al eentje al. Hallo? Hallo, wat gebeurt er daar? Oké, nummertje 2. Maar ik zie ze daar gewoon liggen. Wat is dat voor een verkrekt huisje daar dan? Hé, hey, jij stinkt. Kan ik mensen gewoon in elkaar slaan? Yo. Oh, hij is nu dood. Het spijt me, meneer. Hier, ik teabag op je. Oh, en hij verdween. Oké, maar we hebben nu 5 meth gevonden. Laten we hier gaan naar meneer Krabs. Oh god, ik loop zo traag. Oh god. What up, meneer Krabs? How are you flexing al? Goed gedaan, jongens. Centjes, centjes, centjes. Dit bewaar ik voor later. Ja, ja, ja. Ga naar Octo toe. Oké, wij moeten zeggen tegen dat we business voor Octo hebben. Waarschijnlijk is hij bij de krokante krab. Laat ik weer voor mijn wachtje gaan dan maar. Dat getypo's ook. Oh god, dit bestuurt zo rot. Hey Patrick, ik ga je weg, oké? Okay? Ik vind je een beetje naar. Waar gaan we nou weer Octo vinden dan? Ja, waarom zie ik zoveel drugs achter het huisje van SpongeBob? Oh, maar waarom moest er gewoon de krokante krab in? Hey SpongeBob, ik heb je nodig om geld te verzamelen voor plankton. Als ik niet betaal aan Sandy, dan ben ik binnenkort dood. Oké, okay. Waar gaan we nou weer geld vinden? Dan moeten we echt naar Plankton toe gaan. Oké, okay, verzamel het geld. Kijk wie we hier hebben. Plankton. SpongeBob, wat doe je hier? Als Octo jou heeft gestuurd, vertel dat ik het geld teruggeef. Ik zweer het. Heb ik Plankton vermoord? Waarom heb ik Plankton vermoord? Oké, okay, ga terug naar Octo toe met het geld. Nou, laten we dat eventjes doen. We moeten gewoon naar de krokante krab toe. Ha! Huh.
Oké, nou, laten we naar binnen lopen. Octo! Hey, Octo. How are you doing? Goed gedaan, SpongeBob. Sandy belde me net en zei dat ik daar... En ze zei dat ze je wilt zien bij haar laboratorium. Oké, Octo. Ik weet niet eens waar die is. Ik weet niet eens waar die lab is. Ik heb geen flauw idee. Hé, hey, Patrick. Kunnen we naar binnen? ik pak deze nog even, Sandy. Daar hebben we 11 stuks. Hey, Sandy. Howdy, SpongeBob. Ik wil dat jij een kleine chat hebt met mensen die mij hebben overvallen. Oh god. Is haar laboratorium overvallen? We moeten ook 3 dieven afmaken. Oké, ze zijn achter een anker. Oké. Ik zie daar volgens mij een anker. Hé, hier. Ze doen niks terug. Oh, dat voelt zo goed. Ik denk dat dit wel de criminelen zijn, of niet? Waarom lopen jullie in één keer? Ik wil niet dat je... Hé, kom terug. Kom terug, please. Ik moet nog 1 klap uitdelen. En ze zijn allemaal dood. Waarschijnlijk moeten we nu weer terug naar Sandy. Oh, ga terug naar Sandy. Oh, Sandy, daar ben ik weer. Hallo. Bedankt, SpongeBob. Je doet het echt niet slecht voor een kleine spons. Als je zoekt naar nog meer werk, ga naar mijn businesspartner, Patrick. Ja, we weten waar Patrick is. Die staat daar al in de vette. Hé, hey, SpongeBob. Ik heb nu echt mef nodig, man. Ik probeer het 1 keer. En nu kan ik niet stoppen. En ik heb geen geld meer. Ik hoorde dat meneer Krabs misschien nog pijn heeft in zijn wagen. Verdomme. Ga en stil meneer Krabs zijn map. Moet ik weer teruglopen? Misschien moet ik toch alweer mijn wachtje vinden hoor. Oké, daar zijn we dan. Bij meneer Krabs. Oh my god. Oké, voor mij moeten wij zijn RV in. Het lijkt erop wel niet. Hebben we het gestolen? Was het gewoon een doos? Ga terug naar Patrick. Ik raak zo gek van dit liedje. What up, Patrick? Oké, there you go, man. Dankjewel, SpongeBob. Ik weet niet wat ik was zonder jou. Je moet werken voor mij in plaats van meneer Krabs. We zouden een goed team zijn. Ik ben het, meneer Krabs. Ik hoor dat jij aan het werken bent voor Patrick zijn meth business. Je kunt niet voor mij werken en voor hem. Kies een kant. We mogen een keuze kiezen. Gaan we met Patrick vermoorden? Gaan we meneer Krabs vermoorden? Of gaan we onszelf vermoorden? Ik wil meneer Krabs afmaken. Oh. Wat de hel is dit? Wat de... Wat is dit? Oh, dit was ook de hele game. Dit waren oprecht de domste games van 2022. Wat de hel. Abonneer!